Anders dan je zou verwachten, heerst er stilte en rust in de hal waar de nieuwe carnavalswagen van de plekkers wordt gebouwd. Geconcentreerd wordt er geschilderd en geplakt aan de wagen die in de Schorsbossen optocht weer in de prijzen moet gaan vallen. Want dat laatste zijn de plekkers inmiddels gewend. Al meer dan 11 jaar bouwen zij carnavalswagens die telkens hoge ogen gooien. De laatste wagen en loopgroep die maar liefst 3 prijzen in de wacht sleepte, dateert vanwege uitstel van de optocht wegens corona en storm alweer uit 2019. Jeffrey van Dinter is de kartrekker achter de successen van de plekkers. Hij bedenkt, ontwerpt en tekent carnavalswagens. Na 3 jaren van stilte mogen ze eindelijk weer aan de slag. Ja, dat is eigenlijk wel weer heel fijn. Dit is 3 jaar geleden dat we iets hebben mogen doen vanwege de corona. En het is toch eigenlijk wel fijn dat we toch weer aan de gang kunnen en onze hobby kunnen uitoefenen. Was het moeilijk om aan de locatie te komen? Ja, dat is altijd een probleem, helaas. De gemeente die is er eigenlijk ook van op de hoogte dat er heel veel problemen zijn. Ook binnen mijn Rijstad met plek voor wagens. Omdat je toch best wel een behoorlijke ruimte nodig hebt. En het wordt steeds schaarser om die ruimtes aan te komen. Maar gelukkig voor de plekkers is ook dit jaar een bedrijf gevonden wat voor enkele maanden een loods ter beschikking heeft gesteld. En hier wordt het carnaval iedere avond door een ploegje van 3 tot 6 bouwers aan de wagen gewerkt. En daar gaan heel veel uren in zitten. Ja, heel erg veel. Ik heb het ooit 1 jaar bijgehouden en toen had ik er meer dan 300 uur ingestoken, ik alleen. En dan had ik het ontwerpen en het materiaal bij elkaar zoeken en zoiets allemaal nog niet meegeteld. Dus er gaan echt serieuze uren in zitten. En jij ontwerpt die wagens zelf. Hoe kom je op het idee? Meerdere optochten gaan kijken ook. Zowel op internet als halfvaste optochten. En daar ideeën op doen en daar onze eigen twist aan geven eigenlijk. En dan toch een nieuwe creatie zien te toveren. Kijk, en dan houden wij graag van dubbelzinnige ideeën, dat je op meerdere manieren kunt oppakken. En dat zijn wel de dingen die wij wel leuk vinden. Je staat erom bekend dat je altijd de eerste prijzen wegsleept in Schijndel. Hoe zit het dit jaar? Ja, ik weet niet. We hebben te horen gekregen dat we meer concurrentie hebben. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Want dat is ook voor ons om de schouders eronder te blijven houden. En om toch weer iets moois neer te kunnen zetten. En dat gaat zeker weer lukken. Wat het dit jaar wordt, wil Van Dinter nog niet prijsgeven. Dat zien we als we op zondag 19 februari de grote optocht door de straten van Schorsbos trekt. De concurrentie is in ieder geval gewaarschuwd.